En dan blijf ik daar zitten en lees ik een boek. En Sofia die is soms heel braaf en soms minder braaf. Maar, dus dat is echt wel een belangrijke plek, omdat dat is eigenlijk heel dicht bij Mechelen, maar dat is daar ongelooflijk stil. En doe je dat dagelijks? Bijna wel. Ja, ik ga echt wel. En Sofia is nu ook ingeplant in mijn agenda bijvoorbeeld. Ja, die krijgt daar ook wel de tijd voor. Maar dat is ook bij mij werken, hè, want ik zit heel de monologen heen en weer. Hè. Ja, teksten die ik wil zeggen, strategieën, dromen die ik nog wil doen. Allee,